Adriaan Kruijs hier trapt de bal af. Het is begonnen van Kampong. Even in duel komen nu, want het was een beetje slordig balverlies van... Zeker. Joël van Blerk. Eerste kans wellicht voor de nummer 9 was dit van Kampong. Dat is Berend Witteveen op de benen van Nicky van Hilten. Goed gevoetbald van Sam de Wit. Zeker. Nicky van Hilten. Nicky, ja, schiet maar een keer gewoon. Ja. Dat kan je. Prima. We hebben nog niet echt kansen gehad, Piet, in de eerste 22 helemaal minuten. Niet. Ik moet ook zeggen dat er over heel weinig personeel voor hem. Oh, dit is een prachtige paas. Ai, keeper met één hand. Belangrijk. Ja. Goed, Nicky van Hilten. Heel goed, heel goed, heel goed. Lars Huber. Loop maar door. Schieten. Doet hij. Tweede instantie. Nee. Oeh. Ja, keeper. Ja. Ja, het is een goede bal hoor. Witteveen. Iets druk zetten misschien. Oké. Okay. Ook daar haalt Kampong niet het gewenste resultaat uit. Lekkere pegel. Was dacht ik van Otto van der Loo. Lenders onder druk. Lars Huber is dit, mag verder. Maar ja, ze gaan allemaal op de bal af. Alle duels. Witteveen. Twee keer Dien Bredewold. Met twee keer de voeten. Boet die DVS voor de achterstand. Kampong is nog niet klaar. Voorsprong was echt wel verdiend voor Kampong. Balverlies door Bashir. Nu Maarten van Dijk. Onder druk gezet. Wederom duels op het middenveld verloren. Witteveen. Oeh, nee, niet. Niet te geloven. Die bal wilde niet in voor Kampong. Nu misschien, nee. Vrije trap voor DVS. Weer zo'n inswinger, denk ik, voor Kampong. Iedereen blijft staan. Ja, dat is hem. En, het is het doelpunt van Lenders. Leon Lenders. Volkomen verdiende voorsprong voor Kampong. Kijk eens, makkelijk combinerend. Kampong, leuke, frisse, fris ogende ploeg. Die bal valt goed. Oh, Bashir, ja. Wederom de bal kwijt. Zie je aankomen, zo hé. Kijk. Nou, laat maar lopen, Nicky van Hilten. Nou, daar komt hij. Hopsa, 2-0. Simon Eikemans. Het begint bij die bal op El Bashir. Ja. En makkelijk van de bal afgelopen. Maar vervolgens in de omschakeling. DVS volkomen verkeerd gepositioneerd. En urgentie ook om daarna nog te herstellen was heel duidelijk te zien aan het teruglopen van Nicky van Hilten. Ik zeg niet dat dit zijn, rechtstreeks zijn fout is. Maar ja, je straalt wel wat uit met z'n allen. Halve kaats, halve bal over de vreef heen. Nick van Hilten moet even oplossen. Gaat allemaal net goed. Bredewold naar Salasiwa. Bredewold de enige die voldoende scoort, denk ik, vandaag. Bal naar de overkant. Nu Roland Baas. Huber. Van Loo, de centrale verdediger, is even doorgestapt. Geeft niet op. Maar doet hij goed, Huber. Nu ruimte voor... ligt wat ruimte in de as? Nee, Crowther een matige aanname. Van Dijk kan die er nog bij. Crowther in tweede instantie. Is wat ruimte voor Kruijzeer. Huber laat hem vallen op Ben Moussa. Nicky van Hilten.
Gaat Salasiwa het een keer proberen? Ja, dat kan ik ook. Eigenlijk net goed kijken. Kruijzeer nu nog een keer. En krijgt een penalty. Nou ja, dat is een aanknopingspuntje en een gele kaart ook nog. Ja, ik zou maar gewoon opstaan, Kruijzeer. Je krijgt een penalty, het ging niet heel hard. En schiet dat ding erin en daarna kijken wat er nog kan gebeuren. Nou ja. Tweede kaart denk ik dan. Voor het gezicht van de nummer 24. Speelde een fantastische wedstrijd hoor. Ben Moussa gaat hem nemen. Nou ja, die staat niet heel vaak op de, bovenaan op het lijstje. Tot nog toe hebben ze werkelijk geen enkele kans gehad. 80 minuten. Leefjes met de eerste doelpoging. Is een penalty. Keeper de goede hoek in, maar ja, we maken een doelpunt. Davies stoort en staat nu op 1, 2. Daar komt hij. Bakker verliest hem. Dit is lastig. Ben Moussa, scheids kijkt op de klok. Scheids vindt het mooi geweest. Nou, je hoort het. De punten zijn voor Kampong. Meer dan terechte overwinning. DVS was 10 minuten bij de les. En 80 minuten ja, plichtmatig geprobeerd om hier resultaat te halen. En met die instelling ja, voorspel ik dat DVS weinig punten gaat pakken in de komende 12 wedstrijden. Tijd voor een beetje bezinning om aan jezelf te kijken als je dat geel-zwarte shirtje aan hebt. En het trainen ligt het niet aan... Het veld ligt het niet, aan het niveau van de tegenstanders ook niet. Dan kan het alleen maar aan jezelf liggen.